3FM WPRO Podcast. Dit is De Machine. Een wekelijkse podcast van WPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Atze de Vriese en Niels Alberts praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Welkom bij De Machine, aflevering 184. Een podcast die lange tijd zou gaan over AI-gegenereerde porno-slagers. Echt waar. Totdat we beseften dat het afgelopen dinsdag natuurlijk Prinsjesdag zou worden. Ja, dat onderwerp gaat dus in de ijskast. En of van afstel, uitstel, uitstel, afstel. Nou ja, je weet wel hoe dit spreekwoord luidt. Of dat er van komt, dat weten we nog niet. Maar we gaan het vandaag over serieuze zaken hebben. Over donderwolken die boven de sector hangen. Maar er is ook optimisme. We gaan het ook hebben met Tel Kuzi van Into the Great Wide Open. Over de grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Niels, kun je zoveel serieusheid wel aan? Ja, ik beeld me in dat de luisteraars van De Machine daarvoor naar ons luisteren. Maar serieusheid. Serieusheid. Ik denk dat we zijn een beetje doorgeschoten in al die grapjes de afgelopen maanden. Ik denk dat de mensen gewoon graag willen weten waar we het niet over gaan hebben. Ja, we gaan het niet hebben over mijn favoriete band aller tijden. Coldplay? Nee, de Smiths. Morrissey en Marr, de twee kopstukken van die band, die hebben weer... Tenminste, die zitten volgens mij in een permanente staat van... Erger dan Liam en Noel. Nee, het is een soort koude oorlog volgens mij. Ja. En na de Oasis-reunie was er sprake van, of kwamen er geruchten bovendrijven, dat de Smiths ook weer talloze miljoenen waren aangeboden voor een reunie. Dat Johnny Marr had geweigerd en Morrissey had wel gewild. En, ja, dat was het verhaal, maar dat blijkt toch allemaal wel weer wat genuanceerder in elkaar te steken. Morrissey is boos op Marr, had een hele lelijke post op een van zo'n gluiperige fanwebsite gezet met een soort steek onder water naar hem. En Marr heeft eergisteren of gisteren, geloof ik, een... statement naar buiten laten gaan... waarin die uitlegt hoe de situatie werkelijk zit. Hij heeft een paar jaar geleden, omdat iemand met de naam van de Smiths aan de haal ging, die naam vastgelegd. En hij heeft Morrissey gevraagd om ook dat contract te tekenen, zodat ze samen beheerder zijn van die naam, de Smiths. Dat contract heeft Morrissey nooit getekend. Waarom niemand daar was nu boos dat Johnny Marr de rechten had en dat hij daar niks van wist? Ja, hij wordt gesuggereerd dat Marr allemaal recht heeft, maar het gaat alleen maar over de naam. En dat is natuurlijk vooral om te voorkomen dat er niet iemand gaat toeren onder de naam de Smiths of allerlei dingen gaat uitbrengen onder de naam van de Smiths, maar dat ze gewoon eigenaar zijn van die naam. Maar, komt dit door die Blossoms met Chris Isaac? Nee, dat is iets anders. Dat kan ik me niet voorstellen. Daar hebben ze alleen gezegd. Ja, dat is gewoon het spelen van de nummers van de Smiths. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar het is vooral... Marr suggereerde dat er een derde partij aan de haal ging met de naam van de Smiths en daar allerlei commerciële activiteiten wilde ondernemen. Dat het dus een beschermende actie was om te zorgen dat dat niet kon. Morrissey suggereerde meteen dat Marr zou gaan toeren met een andere zanger en onder de naam de Smiths. En die maakte een steek onder water dat Marr tegenwoordig in het voorprogramma van James toert in Amerika en hij uitverkochte tours heeft. Het is zo'n lul. Het is gewoon echt een lul, die Morrissey. Ja, kan dit niet kort houden, hè? Nee, ik kan dit nou niet hebben. Nou, vooral omdat ik allemaal van die fans erop zie duiken en die Morrissey allemaal gelijk zien geven. En ik heb vrij veel Smiths boeken gelezen, want ik heb me daar redelijk in verdiend. En één ding komt daar duidelijk naar voren. Morrissey is de lul en Marr is een held. Okay. Zo simpel is het. Oké. Dus geloof niks wat die man publiceert en geloof dat hele statement van Marr. Dat is gewoon de waarheid. Marr heeft dit gewoon gedaan uit bescherming van de Smiths. En het belangrijkste wat hij onderaan zegt is... ik heb niet gereageerd op het aanbod om te gaan toeren met Morrissey als de Smiths. Ik heb gewoon nee gezegd. Nou, dat vond ik gewoon bam. Huppakee. Over lul gesproken. Ja, Tim Kuik. Die gaat met pensioen. Dat is een hele aardige man trouwens. Ja, maar zeker. Mensen vonden hem toch wel een lul. Ja, maar met aardige mensen dempen we de gracht, zeggen wij in Utrecht. Hij stond lange tijd bekend als de minst populaire Nederlandse man van het internet. Maar de koning mag hem kennelijk. Bij zijn afscheid van Stichting Brein is hij uitgeroepen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Tot op het laatst bleef hij strijden tegen mensen met servertjes en bootlegverkopers bij bol.com. Ja. Je had de kans om... Nobele strijd. Ja, ik denk dat je hem de kans had om tegen te komen als je op een platenbeurs door de bak aan het struinen was. Want dan kwam Tim even kijken of daar geen live bootlegs zijn. Zeker. Ja. Fijn, geniet van je pensioen, Tim. Veel plezier. In Amerika is een rechtszaak begonnen tegen rapper Diddy. Voorheen P. Diddy. Puff Daddy. Dat hij een viespeuk was, wisten we eigenlijk al wel. Maar dat hij er net zo'n human trafficking netwerk op nahield als pak een beet R. Kelly of Jeffrey Epstein, is toch wel shocking. Persconferentie? Ja, jongen, mijn timeline op Twitter. En ik weet, daar moet je gewoon niet meer gaan zitten, want het is een vuilnisbelt. En de ergste vuilnisbelt die er is. Maar goed, ik kan het niet laten.
zit helemaal vol met tweets. Met allemaal verschrikkelijke filmpjes en dingen. Die man is echt... Ja, nou, ik ben benieuwd wat er uitkomt rollen uit die rechtszaak. Ja, het ziet eruit alsof dat echt een hele grote zaak gaat worden. Ja, dat ziet er zeker uit. Alsof dat echt een puinhoop ellende, een hele bloederige rechtszaak gaat worden. Over mijn timeline die vol zit gesproken. We gaan het hebben over Prinsjesdag. Heel veel filmpjes gezien over Baudet en over Van der Plas. En over iedereen tegen iedereen. Ja, nou het NRC maakte ook weer een goede beurt, zag ik. Die werden echt gewoon bij de knieschijven afgezaagd. Ja, maar het ging wel eigenlijk voornamelijk over asiel, asiel, asiel en nog eens asiel. Ja, dus Geert heeft weer precies wat hij hebben wil. Ja, we kunnen toch ook tegelijkertijd weinig goeds vertrouwen als het gaat om cultuur. Dat weten we eigenlijk wel. In het hoofdlijnenakkoord kwam het woord nog amper voor. Maar we wisten wel dat er een verhoging van de BTW aan zit te komen. Maar afgelopen week werd al duidelijk dat er een bezuiniging aan zit te komen... waar Halbe Zijlstra bleek van gaat zien. Maar de vraag is hoe. Ja. En in de algemene beschouwingen kwam daar niet zo gek veel over naar voren. Ik kan me niet één fragment herinneren waar ik iets over cultuur gezegd hoorde. Ja, er werd een beetje gevraagd door de oppositie naar wat is nu precies het plan. En dat is er niet volgens mij. We weten nog steeds niks. Nee. En dat is frustrerend. En ik dacht, ik ga eens even te raden bij iemand die de kleine lettertjes leest altijd. En dat is Jeroen Bartelsen, directeur van Tivoli Vredenburg. En ook lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Die zich opwierp als spokesperson namens de sector in de coronatijd. Toen het idee opkwam van, goh, misschien is het toch wel handig als we ons gaan verenigen. En ik vroeg hem, wat weten we nou eigenlijk? Weten we nog steeds niks? Nou, deels. Je ziet er toch wel een paar dingen in die in de miljoenen nota die wijzen op wat er komen gaat. En één conclusie kan ik echt wel trekken. Er breken best wel barre tijden aan voor de culturele en creatieve sector. Maar dat zie je nog niet in de begroting voor 2025. Nou, het eerste wat opvalt is dat zowel in de troonrede als in het regeerakkoord dat vorige week verscheen, de sector domweg niet lijkt te bestaan. Je moet echt naar de begroting van OCW toe om iets te lezen over de plannen van het kabinet. Dat is best wel wonderlijk natuurlijk, want dit is echt geen kleine sector. Het legt de basis onder een creatieve industrie, zeg maar, waar Nederland zijn geld mee verdient. En de muzieksector is daar een voorbeeld van. Ja, door die financiële maatregelen die al eerder zijn aangekondigd, die je wel in deze miljoenennota ziet staan, krijgen we toch een ongecoördineerd beleid eigenlijk, waar niet echt een visie achter zit. En mocht je die proberen te vinden in die miljoenennota, dan kan ik je uit de droom helpen. Die staat er niet in. Ja, dus je zegt eigenlijk, het is best wel een grote sector. Er wordt stevig op bezuinigd. Dus je zou verwachten dat daar toch wel enige visie op toelichting op zou komen. En juist dat dat er niet is, is een alarmbel. Ja, dat is, ja, precies. Dat is op z'n zacht gezegd toch wel wonderlijk, ja. Als je zulke grote ingrepen doet. Want uiteindelijk de effecten van die financiële maatregelen die al een tijdje geleden natuurlijk zijn aangekondigd en waar we als sector ook zo te hoop tegen zijn gelopen. De effecten daarvan is uiteindelijk een, ja, je zou kunnen zeggen, een bezuiniging op die sector die, we hebben dat laten uitrekenen door economen, die zo ergens tussen de 200 en 350 miljoen zal komen. Dat is een bedrag eigenlijk die dat nog groter is dan de bezuiniging in de tijd dat Halbe Zijlstra aan het roer stond. Maar misschien moet ik eerst iets zeggen over dat overgangsjaar. Want als je het gewoon in de begroting kijkt, dan zie je die niet terug. En wat is hier nou aan de hand? Je vindt in de begroting van 2025 vind je eigenlijk de investeringen terug van het vorige kabinet. Dat kabinet heeft vooral voor fair pay, eerlijke en faire salarissen, hebben ze een bedrag toegevoegd aan de fondsen en aan de basisinfrastructuur. Dat was ook broodnodig, want je weet, die lopen zwaar achter. Dat is echt een issue, dat weten we allemaal. Daar werken we ook allemaal hard aan. Maar die impuls die gaat echt meer dan verdampen door de voornemens die vanaf 2026 ingaan. En die stapel, dat is niet alleen de BTW, maar de BTW is wel de belangrijkste. Die BTW die raakt de inkomsten via de publiekskant, maar er komt ook een zogenaamde algemene bezuiniging aan, die voor OCW alleen al oploopt tot 361 miljoen euro in 2029. Het begint met 75 miljoen in 2025 en dat loopt op naar 361 miljoen in 2029. Maar let wel, dat is voor de hele begroting van OCW. Dus dat is onderwijs, cultuur en wetenschap. Wat nog niet in de miljoenennota wordt aangegeven, is hoeveel daarvan terechtkomt bij cultuur.
Maar ze hebben wel een slimme zet gedaan voor 2025. Althans, dat vind ik. Er is een kasschuif, financieel technische poef is toegepast. Waardoor voor 2025 het deel wat bij cultuur terecht zou komen, via de monumentenzorg wordt geregeld. Het is het uitstel van een aflossing op het monumentenfonds, als ik het goed heb begrepen. Dus ook daar zie je voor 2025 in de begroting voor cultuur zie je nog niet heel veel van terug. Maar die komt in volle omvang wel voor 2026 en verder nog tevoorschijn. De derde, dat is de korting op het gemeentefonds. Heel veel, ook in de muzieksector, podia die worden bijvoorbeeld, of festivals, die worden betaald door gemeenten. Gemeenten krijgen in 2026 echt een forse korting. Hebben we wel eens het ravijnjaar genoemd. Die korting die zal echt ongetwijfeld ook leiden tot gemeenten die gaan bezuinigen op cultuur en de creatieve sector. Juist ook omdat dat niet wettelijk geregeld is voor gemeentes. Dus daar hebben ze vrij schootsveld. En de vierde, dat zijn de inkomsten die je hebt op donateurs en fondsen. Daar speelt de kansspelbelasting en de beperking van de giftenaftrek rol. Dus de kansspelbelasting die omhoog gaat. De giftenaftrek die beperkt zou worden. Dus ook op die private stroom wordt je vanaf 2026 wordt de sector aangeslagen. Ik denk als het zo doorgaat, maar we zijn er nog niet. Ja, dan is de sector nog niet eerder zo hard getroffen. Ja, dat is niet best. Nee, ik vind het een behoorlijk doemscenario wat Jeroen hier schetst. Wat moeten we... Ja, we hadden ook niet misschien iets anders kunnen verwachten. Ja, wat mij... Kijk, ik heb gisteren op stukken van de algemene debatten heb ik wel gevolgd. En er is nog veel onzeker. Want er zijn natuurlijk een paar dingen, en dat zegt Jeroen ook. Wat ik vooral belachelijk vind, is dat er eigenlijk gewoon helemaal niet over cultuur gesproken wordt in het voornemens beleid. Het wordt gewoon een soort van genegeerd. Ja. En dat staat eigenlijk haaks op een soort strategie die ik van die verzamelde cultuursector een beetje heb gezien sinds corona. Normaal gesproken wordt er, tenminste in het verleden werd er denk ik vaak, werd de kaart gespeeld van cultuur is goed voor ons, dat moeten we doen, dat zou je moeten willen supporten, ondersteunen, bla 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 bla. Dat is in het lobbybeleid, noem ik het maar even, denk ik met name rond vanaf corona, is daar wel voor mijn gevoel een switch in heeft daarin plaatsgevonden. Daar is heel erg gefocust of er veel meer nadruk komen te liggen op de economische factor die de cultuursector is. Wij hebben een heleboel banen onder ons. We hebben een heleboel banen onder ons. Faciliteren een heleboel. We maken heel veel dingen mogelijk, waardoor heel veel werkgelegenheid en reuring en leefbaarheid van steden. Leefbaarheid van steden. Maar steeds werd daarin ook veel vaker dan eerst benadrukt wat dat gewoon opleverde. Niet alleen maar een kostenpost was, zoals rechtse partijen cultuur vaak willen neerzetten, een linkse hobby, dat soort gezeik. Maar gewoon zeggen van oké, dit levert gewoon geld op. Dit maakt steden waardevoller. Het is fijner om erin te wonen. Gewoon het geld dat geen. Het is heel lastig te definiëren om te zeggen van oké, wat levert het nu op? Maar je zag daar in de debatten en in de argumentatie van die verzamelde cultuursector dat ze daar veel meer op focusten, zeg maar. En dat is nu ook wat Jeroen eigenlijk in het begin meteen zegt. Van het is gewoon een hele grote sector die zich kan meten met een aantal andere grote sectoren. En we moeten niet net doen alsof het een linkse hobby is voor een paar mensen. We maken hier gewoon heel veel mensen. En het was natuurlijk ook logisch dat dat gedaan werd in de coronatijd. Omdat toen zo voelbaar werd wat cultuur, hoe veel leuker je dat leven, het leven dat maakt. En wat dat daadwerkelijk betekende voor een heel groot gedeelte van de bevolking. Ja, en het gaat natuurlijk niet alleen om linkse hoogopgeleide mensen. Nee. Dat is natuurlijk duidelijk. En maar dat vind ik wel dat is natuurlijk heel saillant vond ik in de manier waarop de eerste plannen van dit huidige kabinet naar buiten kwamen. Daar werd dan toch weer heel erg gekort op cultuur en het inderdaad gebracht van dat is een linkse hobby, maar dan werden dan dagjes... Efteling werd er weer uitgetrokken. Ja, dat is gewoon super kinderachtig en je weet gewoon waarom rechtse partijen als VVD en PVV dat doen. Die kunnen daarmee ontstaat gewoon het beeld, we gaan voor mensen die hoog opgeleid zijn en hogere cultuur willen hebben, houden we lekker, dat kunnen ze wel betalen, die BTW, maar we houden de droomvlucht lekker betaalbaar. Dat is fucking super irritant, vind ik dat. Ja, ja.
Nou ja, zeker. En ook aangezien het gaat natuurlijk ook over je gewone bioscoopkaartje. Ja. En, het gaat helemaal niet alleen over kamermuziek. Het gaat ook over Mission Impossible. Concertgebouw. Nee. Ja, zeker. Over die btw-verhoging is denk ik het laatste woord nog niet gezegd. Dat was eigenlijk het enige waar gisteren in het debat wel even aandacht voor was. Uit de mond van Rob Jette onder andere. Die sprak tegen Geert Wilders. En die zei dit erover. Maar voorzitter, toch even concreet maken wat die btw-verhoging betekent. Zwemlessen voor een diploma A of B die gaan van 1400 euro per jaar naar 1600 euro. Een jaartje bij de fitness van 495 naar 550. Een kaartje voor de Formule 1 in Zandvoort van 399 naar 455 euro. Ik zei net al, een concert van de toppers. 75 euro wordt 84 euro. En dit is allemaal geld wat gewone Nederlanders moeten opbrengen. Ja, en ik snap wel dat het tot consternatie leidt. Want als je in de verkiezingen belooft dat je de boodschappen btw naar 0% brengt en dan vervolgens alle Nederlanders pakt met een belastingverhoging op boeken en kranten, op cultuur, op sport, al die zaken die belangrijk zijn om gezond te kunnen leven, om ook iets leuks te kunnen doen buiten je werk, om in eigen land op vakantie te kunnen, die worden door de heer Wilders verhoogd. Meneer de voorzitter, het is echt schandalig dat iemand die belooft alles goedkoper te maken zo'n grote graai in de portemonnee van mensen doet. En dat hebben we te danken aan de heer Wilders die dit laat passeren. Ik ben trots op dit kabinet. Ik ben trots op dit resultaat. De kiezer is dat ook. Ik snap uw pijn. Ik snap het, want dat is geen sympathieke maatregel. Maar nogmaals, je moet met elkaar zaken doen. Zolang je geen meerderheid hebt, zal je de begroting sluitend moeten krijgen. En soms doet dat pijn, ja. Maar er staat heel veel moois tegenover. Ik vond het wel heel goed gekozen van Jette dat hij juist allemaal dingen doet voor de gewone man, zullen we zeggen. Ja. Dus de Formule 1 en de toppers. En het gaat niet over Mozart op vrijdagavond in het Concertgebouw. Sowieso is Rob Jette behoorlijk. Rob Jette is tijdens die algemene beschouwingen, dat was vorig jaar ook al zo, echt on fire. Ja, zeker. Ja, die doet dat echt heel erg goed. En wat mij opviel is, we hebben het al benoemd, er werd heel weinig over cultuur gesproken. Het kwam maar heel mondjesmaat aan bod. Maar je zag wel, ik had gisteren nadat we dit fragment, jij had Jeroen gesproken en ik ken Jeroen ook persoonlijk, dus ik had ook nog wat met hem heen en weer geappt, zeg maar. Ik zei van nou, het is een behoorlijk doemscenario wat je schetst. Hij zei wel iets, hij voegde wel iets belangrijks denk ik toe aan het fragment dat we net hoorden uit het interview wat je met hem hebt gehad. Hij zei, wat wel opviel, en daar putte hij wel enig optimisme uit, is dat eigenlijk elk van de partijen die in de coalitie zitten werd bevraagd op die cultuursector. En eigenlijk antwoorden ze alle vier hetzelfde. We vinden het zelf ook niet fijn eigenlijk. Ja, wat je hier Geert Wilders ook hoort zeggen. Ja, het moet wel pijn, het wordt zo ingewikkeld. En ik snap wel wat Jeroen daaruit put, want dat maakt dat er ruimte is. Blijkbaar hebben al deze vier partijen, niemand zegt hardop, ja, ik was degene die zei van oké, we moeten het geld hier maar vandaan halen. Blijkbaar verschuilen ze zich allemaal achter, ja, we moeten het ergens van doen, maar we vonden dit ook niet leuk om te doen. Dat zou in de toekomst wel enige ruimte kunnen bieden om te zeggen van oké, hoe scherp wil je dat precies doen? En als er een potje gevonden wordt waarmee die bezuinigingen wat gedempt kunnen worden, dat daar kans op is. Ja, zeg maar. Het lijkt voorlopig voor de sportwereld iets gunstiger eruit te zien. Die kun je ook goed uitleggen natuurlijk. Als je sportabonnement of je zwemles, wat hij ook noemt, als dat te duurder wordt, dat gaat gewoon ten koste van de volksgezondheid. Ja, dat levert ook wat op, ja, direct. Namelijk dat mensen ongezonder worden en dus meer kosten gaan maken. Ja, zit daar ook mijn seizoenskaart voor FC Utrecht bij? Ik denk het wel. Ja, toch? Ja, dat lijkt me wel. Dat is passieve sportbeleving, toch? Ja, maar wel goed voor je, ook niet goed voor je mentale welzijn, hè? Nou, voor mijn mentale welzijn wel, hoor. Ik leid niet onder verliezen van FC Utrecht. Ik heb een hele beetje mopperen elke zondag. Eerlijk, een beetje, het is een soort aflaat. Ja. Goed, zullen we met iets optimistisch bezig gaan? We gaan zeker naar Vlieland, waar een paar weken geleden het prachtige festival Into the Great Wide Open plaatsvond. Jij was erbij. Ja, het was een fantastische editie. Ja, is het zo? Het was heel mooi weer, hè? Ja, het was. Ik kan me niet herinneren. Veel zonne-energie. Veel zonne-energie. Ik kan me niet herinneren dat we zo'n mooi weekend hadden. En het watertemperatuur van de zee was ook gewoon perfect. Global warming. Ja, nou, gewoon Noordzee warming. Oké, nou. Ja, goed. Je kwam thuis met enthousiaste verhalen. We kwamen ook thuis met mooie sessies, ja, die ook even genoemd moeten worden. Die staan nu allemaal online op onze YouTube-kanaal. Ik geloof dat we er 10 hebben gehad. Misschien zit er nog eentje in de pijplijn, maar ik geloof dat de mooiste dingen hebben we wel online staan. En die zijn allemaal opgenomen bij de haven met de boot. Ja, en de leukste was die van Walt Disco, zo'n Engelse band geloof ik. Ja. Die zanger die vond de zee er zo aantrekkelijk uitzien dat hij aan het einde van de sessie rechtstreeks de zee
inrende en zei, nou, ik zie jullie zo in de vloedlijn. Er waren de twee die ook nog heel erg het noemen waard waren. Haley Blaze, als ik haar naam goed heb onthouden. Een Canadese singer-songwriter, zeg maar. Die werd in een supergevoelig liedje, kwam de boot aan op de haven. En die doet dan altijd eventjes op, op. Ja. En zij stak haar middenvinger op en ging gewoon zomaar weer door in echt, geloof ik, een gevoelig liedje over een pas gestorven hondje. En je merkte er niks van. Ze stak wel de middenvinger op. Ja, het was gewoon een heel grappig moment. En we hadden een hele mooie sessie. Het werd natuurlijk, de zon gaat aan die kant onder. Dus je had een paar schitterende golden hour momenten in de sessie. Ja, vet, ja. Dus ga dat kijken, ga dat kijken. Maar je kwam ook thuis met een machineonderwerp. Ja, klopt. En eentje die niet per se in de week daarna hoefde, omdat die belangrijk genoeg was om te laten rijpen. Zeker. Ik werd op de maandagochtend dat ik naar huis zou gaan eigenlijk aangesproken door iemand van de organisatie die zich met name met de duurzaamheid van het festival bezighield. Als je op je meest emotioneel bent. Ja, ik had maandagochtend wel even wat moeite met opstarten inderdaad, zeg maar. We hadden het bond gemaakt. En die spraken me aan van, hey, jij bent toch Niels van de machine? Nou ja, ik was natuurlijk toen op dat moment niet meer zo regelmatig horen in de machine. Maar dit gebeurt vaker. Ik weet dat jij op Draaimolen ook heel erg bent aangesproken door de machine. Ik wil mensen vooral aanmoedigen om dat met ons te doen. Wij krijgen heel veel. Geef ons tips. Geef ons tips, spreek ons aan. Want dat vinden we ontzettend leuk om te horen waarom je luistert naar de machine. Maar we zijn ook heel ontvankelijk voor allerlei tips. En die begon over de duurzaamheid van de dingen die de Great Wide Open in het werk stelt om een duurzame festival te organiseren. En dat was iets waar we eigenlijk meteen op aansloegen. Dat heeft een heleboel facetten. En ik wilde met Tal Cousy van Great Wide Open, hij is daar de projectmanager duurzaamheid, eens even inzoomen op twee specifieke onderdelen van dat enorme project. En eigenlijk focussen op de laatste 2 jaar. Hij legt het even rustig uit, met veel details. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Vooral omdat we als festival ons ten doel hebben gesteld om een circulair en klimaatpositief festival te gaan worden. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we natuurlijk eigenlijk al het fossiel gedreven materieel en energie op ons festival zien te vervangen. Ja, en dat begint door, neem ik aan, bij die zware aggregaten die altijd staan te brommen op zo'n festival. Precies, en dat is een gedeeld probleem voor veel festivals op locatie. Dat je energie nodig hebt, stroom nodig hebt om je cateraars te voorzien van stroom, maar ook je hoofdpodia. En alle andere zaken die stroom nodig hebben. Dus moet je proberen om die aggregaten eruit te krijgen. En in eerste instantie zijn we begonnen om de klimaatuitstoot daarvan naar beneden te brengen. Nou, dat kan je doen door in diezelfde dieselaggregaten tweede generatie biobrandstof te gaan gebruiken, HVO. Daarmee, dat is gemaakt van restolieën zoals frituurvet. En daarmee bespaar je ongeveer 90% van de fossiele CO2-uitstoot. Dus dat is iets wat je gelijk kunt doen. Maar dan ben je nog niet bij nul. Ja. Nee, nou ja, dan ben je sowieso niet bij nul. En je bent ook zeker niet uitstootvrij. En daar willen we natuurlijk wel naartoe. Dus dan ga je kijken naar, ja, in eerste instantie moet je kijken naar je eigen gebruik. Wat is ons verbruik op de verschillende festivalterreinen? Dat moet je heel nauwkeurig in kaart brengen. Dus we begonnen heel erg met meten. En vervolgens moet je dan kijken van hoe kunnen we dat emissievrij op die locaties krijgen. Nou, en zoals op veel locaties, als je buiten de stad en niet bij grote netaansluitingen zit, heb je te maken met of geen netaansluitingen of te kleine netaansluitingen. En dat probleem hebben we precies zo op Vlieland. Dus hebben we naar de verschillende locaties gekeken en hebben we verschillende oplossingen daarvoor gekozen. Vorig jaar kwamen we daarin al een heel eind. Want wat we eigenlijk doen is de te kleine netaansluitingen gebruiken in combinatie met grote mobiele batterijen van Greener. Die zetten we neer als buffers. En die laten we eigenlijk gedurende de nacht en gedurende de uren dat we weinig verbruik hebben, laten we die vollopen. En tijdens de piekuren van het festival lopen die langzaam leeg. En dan als het goed gaat, zijn ze net niet helemaal leeg voor einde show. En dan blijft alles aan. En je zegt al, als het goed gaat dat goed? Nou ja, het gaat voor een heel groot gedeelte gaat het wel goed. Maar er gaan ook wel eens dingen fout. Zo stapten we dit jaar nog een heel stuk verder dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we overigens ongeveer 85% van onze energieverbruik kon op hernieuwbare stroom draaien. En dat is dan voornamelijk van het zonneveld op Vlieland. Want onze netaansluitingen worden via daar gevoed. En 15% nog op die HVO, op die tweede generatie biobrandstof. En nou ja, dat is dan heel jammer, omdat we dan erachter komen dat bijvoorbeeld, dat was vorig jaar het probleem,
dat de netaansluitingen veel minder leverden dan we eigenlijk hadden gemeten van tevoren. En dan blijkt dat als je ze zo gaat gebruiken als dat wij doen en dat je er hard aan gaat trekken, dan gaat de spanning naar beneden en dan leveren ze ook minder. Wij vinden dat hele waardevolle fouten, zeg maar. Dat klinkt professioneel, maar dat betekent letterlijk dat de muziek uit kan vallen bij een concert, toch? Dat lijkt me een vrij kapitaal probleem. Nou, in eerste instantie niet, omdat we daarachter natuurlijk ook backup systemen hebben. Dus we zetten sowieso, bedenken we, een systeem dat robuust is. Dus dat waar je nog een andere batterij achter kan zetten, zodat als het uitvalt, dat het opvangt. Dan daarnaast is dan, als het echt kan die backup aggregaat nog aan. En dan zou eigenlijk je muziek aan de voorkant niet moeten uitvallen. Dat is ook vorig jaar niet gebeurd. Dit jaar was dat wel het geval. Vooral door die vallende spanning op het eiland gingen ook de versterkerrekken op een gegeven moment een keer uit. Want die vinden spanningdaling vinden ze niet fijn. En dan gaat de beveiliging van die versterkerrekken aan en dan gaan ze uit. En dan gaat daadwerkelijk je muziek uit. Dat is ook gebeurd dit jaar. En dat is natuurlijk echt wel heel vervelend. Maar wij zien dat ook wel als een onderdeel van het proces. Dat kon niemand van tevoren weten. Dit soort dingen kun je alleen maar in de praktijk gaan doen als je een beetje lef hebt. En dat zijn die partijen met wie we dat samen doen, zoals Greener en Team Infra. En Watermelon, die de waterstofaggregaat voor de andere buitenlocatie leverde. En als je dat met z'n allen aanpakt, we weten dat we daar risico's in nemen, want het is een ingewikkeld proces. Dus dan moet je het echt gaan doen. We op het sportveld, dat is ons hoofdfestivalterrein, daar hebben we ongeveer een verbruik van 3.500 kilowattuur per dag. En om dat te halen moeten we dus meerdere stroombronnen op onze batterijbuffer aansluiten. Eén, dat is normaal heel ingewikkeld, omdat meerdere stroombronnen die hebben andere frequenties. En om die allemaal in één bufferbatterij te krijgen gaat normaal niet. Daar hebben we een heel speciaal nieuw apparaat tussen gezet. Een soort van transformator die dat mogelijk maakt, waardoor je dus meerdere te kleine netaansluitingen kunt combineren in één batterijbuffer. Nou, dat werkt op zich heel goed. Want dat was nog niet genoeg, reden we dan met een mobiele batterij vanuit de jachthaven, waar we een grote netaansluiting hebben, 2,5 kilometer verderop, reden we met een elektrische vrachtwagen, reden we de batterij naar het sportveld toe en ontladen die daar in de batterijbuffer. En met die drie verschillende bronnen dus, die twee te kleine netaansluitingen en die mobiele batterijswap, zeg maar, konden we dan net die 3.500 kilowatt per dag halen. Een luxe powerbank dus. Je zegt net elektrische vrachtwagen, dat is natuurlijk de volgende stap, want er wordt heel veel gereden op zo'n festival, met name in de aanloop naar zo'n festival toe, de opbouw. Daar hebben jullie dit jaar ook een stap in proberen te zetten. Ja, precies. Als je het heel plat slaat, wat je aan het doen bent, als je van aggregaten naar emissievrije oplossingen aan het gaan bent, dan ben je eigenlijk van fossiele brandstof, ben je gewoon naar zonne-energie voor een groot gedeelte of wind-energie aan het gaan. Dus je draait je hele festival dan op hernieuwbare zon, Nederlandse zon- en windstroom. Op het moment dat je dat bereikt, dan kun je natuurlijk ook gaan kijken naar dat bouwmateriaal. Want dat bouwmateriaal waarmee je zo'n festival opbouwt, en dan moet je denken aan knikmops, heftrucks, ruwterreinheftrucks zoals de Manitou M30 of de busjes waarmee je de boel rondrijdt of de... Waarmee je artiesten vervoert, dat soort dingen. Allemaal dat interne transport en het materieel dat je nodig hebt om het festival op en af te bouwen. Ja. Dat draait over het algemeen, bij de meeste festivals en ook bij ons, draaide dat op in eerste instantie op fossiele diesel en daarna op HVO. Dan ben je nog niet emissievrij. Dan heb je alleen je klimaatuitstoot voor 90% geknipt, wat op zich mooi een goed resultaat is, maar dan ben je er nog niet. Dus wilden we die stap nu we dus op die hernieuwbare stroom draaien, op al die festivalterreinen, wilden we zetten. En zijn we dit jaar samen gaan werken met een deelplatform, machinedeelplatform, dat heet Emission Zero. En die doen dat eigenlijk in de bouwsector, doen die dat voor aannemers. Daar maken ze de emissievrij bouwmateriaal dat de verschillende aannemers hebben, kunnen ze op dat platform zetten en met elkaar uitverhuren, zodat ze elkaars materiaal kunnen gebruiken en dat veel efficiënter wordt ingezet. Inkomsten genereren uit de dingen waar je in geïnvesteerd hebt.
Precies, ja, gewoon die kosten dekkend krijgen, want die apparatuur is natuurlijk nog wel duurder, zeker in aanschaf. Dus dat bestond al korte tijd en daar raakten wij mee aan de praat. En toen zeiden we van ja, waarom kunnen we dat niet ook met festivals gebruik van gaan maken? Want wij hebben eigenlijk een beetje dezelfde apparatuur nodig om die festivals op en af te bouwen. Die bouwplaats zeg maar van de bouw lijkt best wel op de bouwplaats van een festival. Maar er wordt traditioneel wel andere apparatuur voor gebruikt. Maar is dat ook echt nodig? En toen zijn we eigenlijk gaan inventariseren van hey, welke taken doen onze Manitou's, M30's, dus die ruwterreinheftrucks, welke taken doen die eigenlijk allemaal? En toen zagen we dat een heel aantal van die taken, dat zo'n Manitou, die wordt eigenlijk voor alles gebruikt. Maar een heel aantal van die taken zouden ook best wel door kleinere apparatuur gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door industrieheftrucks of zo. Zolang je maar op je remopla, op je rijplaten, zeg maar, in je backstage of op de weg blijft. Want die kunnen niet op het gras, die zitten meteen vast als je op het gras gaat rijden. En toen hebben we het opgeknipt in een aantal verschillende opties. En dat kwam eigenlijk neer op industrieheftrucks. Knikmopsen, dat is een soort tussenvorm. En die hebben het voordeel dat ze buigen in het midden. Dus die hebben geen sturende wielen zelf, maar die buigen in het midden. En dan voor het grotere werk, het zwaardere werk, hadden we de Volvo's L25. Dus dat is eigenlijk een shovel. Maar die kan eigenlijk heel veel wat de M30 Manitou ook kan. Ja. Heb je het hele wagenpark daardoor kunnen vervangen? Daar hebben we in ons eerste jaar nu met deze pilot hebben we eigenlijk al ons echte bouwmaterieel in één keer kunnen vervangen. En dat gaat dan in ons geval ging dat om 18 voertuigen. Wat we nog niet helemaal halen is aan de bakwagenbusjeskant. Daar hebben we het nog niet helemaal voor elkaar. En natuurlijk in onze toeleveringsketen, daar zit ook nog veel fossiel of HVO transport en bewegingen. Maar op ons festival, op onze festivalterreinen zelf, daar hebben we dit jaar volledig emissievrij weten te bouwen op deze manier. Onze geluidstechnicus Bart zit hier te googelen hoe een knikmops en een Manitou eruit ziet. Hopelijk ben je er ook nieuwsgierig van geworden. Ja, ik weet niet hoe het zit met de luisteraars van de machine, maar ik van dit soort specialisten die echt iets vertellen over waar ik echt nul verstand van heb, daar zit ik dus van te smullen. En deze mensen kunnen van mij een kwartier praten. Maar wat hij zegt over bouwplaatsen, ik bedoel, de meeste bezoekers van een festival komen natuurlijk nooit een week voor of een week nee. na. En ik was er een week van tevoren. En mijn dochter die helpt mee met de opbouw. Dus ik kom ook een beetje backstage. Die doet wat aan decor. Dus dan kan je een beetje over die dingen. Van maandag tot en met donderdag. Donderdag opent het festival. En ik was dus je hebt die knipmops in het echt gezien? Ik heb ze allemaal in het echt gezien, zeg maar. Ik zie al die apparaten. Sowieso is dat, hey, laten we eerlijk zijn. Als wij naar Lowlands gaan, dan voor de productie, dan boeken we ook altijd zo'n Manitou in. En iedereen wil in dat golfkarretje zitten. In zo'n autootje. Even lekker een soort kermisklantje spelen. Nou, wat ik grappig vind is, wij komen natuurlijk vaak backstage. En inderdaad, daar zie je die dingen vaak ook staan. Maar ja. Wat mensen niet zien die het festivalterrein opgaan, is dat vaak tot 10 minuten voordat het hek open gaat en dat de bezoekers naar binnen mogen, die dingen er gewoon nog rijden. Ja. En op Pinkpop, zodra Ed Sheeran klaar is en het All You Need Is Love geklonken heeft en iedereen verzocht wordt om toch maar rustig naar de uitgang te gaan, rijden die klote dingen al over je voeten heen. Als ja, je ja, ja. Ik wil een paar dingen uit dit verhaal eventjes eruit lichten. Die ik ook gehoord heb op Vlieland, zeg maar. Hij heeft het over dat systeem waarbij die elektrische materialen, die Manitou's en al die knikmopsen en weet ik veel wat voor dingen die hij allemaal noemde. Ja, precies. Die heftrucks. Die heftrucks, zeg maar. Ik weet niet of dat iedereen die hier naar luistert duidelijk is geworden, maar het werd aan mij uitgelegd en dat vond ik een hele goede uitleg als een soort Airbnb van dit soort elektrische apparaten, zeg maar. Wat er is, is dat er is nog niet zoveel van die dingen zijn duur om te maken en die zitten dus verspreid door heel Nederland. Je hebt er toch 15 nodig voor zo'n festivaletje als Great Wide Open? Wel meer. Het geeft ook meteen aan waarom dit bijvoorbeeld wel op de schaal van Into the Great Wide Open kan, maar een festival als Lowlands hier nog lang niet aan toe kan zijn, omdat er gewoon niet zo heel veel materiaal is. Wat ja, ik begreep, dat ligt eraan. Als dit platform werkt, dan kijk, die dingen zijn wel overal in Nederland, omdat bouwbedrijven verplicht worden om dit soort dingen aan te schaffen. Zeker, maar ik heb wel begrepen dat om een festival in een week of 2, 3 uit de grond te stampen, dat je dus echt zoveel van die dingen nodig hebt dat je al gauw aan de max zit van wat er in Nederland beschikbaar is. En je kunt natuurlijk niet alles naar Vlieland halen, zeg maar. Dat is dan in Biddinghuis misschien iets makkelijker.
Maar ik begrijp dat dat snel aan zijn tak zit. Maar er is dus eigenlijk een soort Airbnb-achtig platform waarbij er een uitwisseling plaatsvindt van die apparaten. Ander voorbeeld wat ik van die mannen kreeg die ik sprak op Vlieland. Dat vond ik ook ontzettend leuk. Er wordt natuurlijk, je krijgt hier een heel verhaal geschetst over welke uitdaging je hebt om dit voor elkaar te krijgen. Er worden ook een aantal dingen gezegd waarbij het dingen oplevert die je van tevoren niet kunt inschatten. Een van de dingen die hij mij vertelde vond ik een ontzettend leuk en saillant detail. Hij zei, normaal gesproken bij de opbouwfase heeft iedereen gehoorbescherming op. En van die hele dikke gehoorbescherming, niet van die dopjes. Van die bouwdingen. Van die bouwdingen, omdat alles van die fucking takkenherrie maakt, zeg maar. Ja. Niemand heeft dus gehoorbescherming opgehaald bij, tenminste niemand. Bijna geen gehoorbescherming. Omdat die dingen geen geluid maken. Alles is elektrisch. Wat ook weer risico's met zich meebrengt. Ja. Dan, als er zo'n stille heftruck op je afkomt rijden, dan heb je dat weer niet door. Precies, maar dat is dus een heel opvallend detail, dat iedereen elkaar kon verstaan. En dus kon roepen, hey, hier komt een knikmops aan. Ja, dat hier komt de knikmops. Ja, hier komt de knikmops, komt eraan, zeg maar. Tegelijkertijd, Tijl zegt het ook al even, ik was op vrijdagavond, stond ik op het sportveld, zeg maar, en daar viel het geluid uit bij Jungle by Night. Twee keer zelfs, zeg maar. Au, ja, dat is gewoon heel kut. Ja, het is natuurlijk heel kut. Ik denk niet dat Jungle by Night erom gevraagd heeft. Het leidt dus ook altijd weer tot hele grappige momenten. Want het geluid viel wel een minuut of vijf uit, zeg maar. Dus ze stonden, door gaan spelen zonder, ze speelden door. Ze zaten midden in hangmat, volgens mij. Dus ook echt best wel een soort hitje van de set. En toen dat geluid weer terugkwam, dan krijg je natuurlijk dat yeah moment. Dus dat gebeurde ook twee keer. Dat was heel erg leuk. Wat ik van die man begreep die ik sprak op Vlieland, is dat het in dit geval niet te maken had met dat er te weinig energie was of dat er dingen uitvielen. Maar dat had te maken met, dat had iedereen kunnen overkomen. Bij de bar waar ik stond, daarachter zaten de toiletten. En ik begreep dat er een soort kortsluiting was ontstaan door de toiletten die water en elektriciteit. Nou, ik heb geen last gehad van overgelopen wc's. Die waren allemaal keurig in orde. Maar ik begreep dat die kortsluiting wel veroorzaakt werd door iets wat te maken had met de toiletplekken. Dus het is niet alleen maar de schuld van alles duurzaam willen doen. Fascinerend en grote uitdaging. En festivals moeten natuurlijk ook wel. Want ze moeten zich ook gaan verhouden tot die stikstofregels. Waar het niet dat die misschien allemaal ineens allemaal de prullenbak in verdwijnen. Ja, tegelijkertijd, ik heb het al een beetje gezegd. Ik denk dat het op het festival dat Into the Great Wide Open is, met ongeveer 6000 bezoekers op een eiland, dus relatief klein qua omvang, kun je dit soort dingen al realiseren. Maar dat de Lowlands'en en de Down the Rabbit Holes van deze wereld hebben echt wel een wat andere uitdaging met 45. Je hebt al wat meer stappen te nemen. Ja, zeker. En dat is allemaal niet zo makkelijk te regelen. Maar ik vind het wel heel interessant om uit de mond van een deskundige te horen hoe je dat dan precies aanpakt. Juist. Nou, dit was hem voor deze week. De machine. Volgende week de pornoplaatjes. Misschien wel, ja. Ja, we laten hem even liggen. Pornoslagers. Daar wil je wat meer over weten. Tot dan. 3FM. Podcast. De deuren van het lesbische clubhuis zijn weer geopend. Hoi, Vera hier. Samen met Anne Fleur Schipper maak ik de podcast De Lesbische Liga. Daarin hebben we het uitgebreid en vrij schaamteloos over de beste en soms ook de slechtste queer films en series. Onze obsessies met lesbians, maar ook belangrijke levensvragen als: kun je wel vrienden zijn met je ex? En we spreken onze favoriete rolmodellen. Van Claudia de Breij en Francine Omen tot Freesia Cousinho Arias en Merel van Dongen. Make Lesbi Great Again. Luister De Lesbische Liga in je favoriete podcast-app.